deze week in het Harderwijkse Zakenweekjournaal. Twee Harderwijkers in de race voor Expeditie Robinson. Wat is de toekomst van het Hondenbos en de meest uitgebreide beauty salon voor Harderwijk? Het Harderwijkse Zakenweekjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Schildersbedrijf Patrick, de schilder voor elke klus. En Jan Karsen Zonweringen, hoge kortingen, nieuwe voorjaarscollectie en gratis montage tot en met maart 2017. Rechtstreeks vanuit Harderwijk is dit het Harderwijkse Zakenweekjournaal met Gerdien Beelen en Irene Hop. Welkom bij weer een nieuw Harderwijkse Zakenweekjournaal. De kanjedagen vonden dit jaar ook weer plaats in de wijk De Witte Hagen. Deze twee dagen probeer je als kanjer goed te zijn voor je buurt. De kanjedagen zijn begonnen hier in basisschool De Brug, omdat ze daar kanjetrainingen houden. Dat betekent een beetje dat je iets doet voor een ander. En 4 jaar geleden zijn we in overleg met basisschool De Brug, hebben wij als wijkteam het hele concept een beetje overgenomen. En zijn we het gaan uitbreiden ook naar basisschool De Delta en peuterspeelzaal Olkebolken. En alle kinderen gaan op die ene dag klusjes doen voor een ander of in de wijk, gewoon iets doen voor een ander. En wij als wijkteam hebben de afgelopen jaren ook steeds alle inwoners hier uit de wijk gevraagd om daarin mee te doen. Hè? De papa's, de mama's, de buurvrouwen, de buurmannen, om ook gewoon klusjes te gaan doen in de wijk. Je boom is geplant als stad van de kanjedag. Ja, dat is wel mooi voor de school. Je kunt een beetje bewust maken van de natuur, van de bomen die groeien. En die thuisgroepsgeschiedenis is meer puur bedoeld voor de wensen van de kinderen die ze hebben. Ja, er staan inmiddels al 3 bomen in de wijk die kanjedag geplant zijn. Dus, De kanjedag, dan ben je een kanjer voor een ander. Dus ook voor een andere klas, voor de kleuterklas, voor elkaar, voor de mensen in de buurt vooral ook. Dat ze daar gewoon proberen de buurt daarbij te betrekken. De klassen die doen ook iets voor elkaar. En natuurlijk is het, net zoals andere jaren, zo dat kinderen van de school ook in actie komen voor de wijk. We hebben zojuist een boom geplant, daar waren jullie bij. En dat doen we samen met het wijkteam. En daarin hebben de kinderen hun wensen voor de toekomst ook ondergebracht. We zitten hier natuurlijk met 2 scholen, de Delta en de asielzoekersschool De Vlieger. En wij doen heel veel samen. Dus de onderbouw is vandaag eigenlijk de wijk in om de wijk schoon te maken. En de bovenbouw is hier op school, heeft vanochtend de boom geplant. En gaat hier nu eigenlijk de hele wijk uitnodigen om eigenlijk kennis te maken met onze school. We hebben ouders die zijn al 2 dagen bezig met lachmatjoen maken. Iedereen mag het gratis komen eten. En wie wil mag ook nog eens van het dak af. En dat is eigenlijk omdat wij het hoogst haalbare uit onze kinderen willen halen. En dat maken we eigenlijk duidelijk door van die hoogte naar beneden te dalen. De nieuwkomers en de leerlingen van de Delta gaan samen de wijk in. Dat doen ze eigenlijk al de hele week. En met de hesjes en alles van de wijkraad en van de gemeente maken ze de hele wijk schoon. We vinden het altijd erg leuk hoe dit nieuwe energie geeft. Niet alleen op school, maar in de wijk. En dat is wat we zoeken. Dat we verbinding zoeken met elkaar. En dan is het prachtig dat we een wijkschool kunnen willen zijn. En ondertussen moet het ook wel een beetje een begrip gaan worden. Dan kan je dacht dat mensen het echt gaan weten van hé, ik heb mijn klus opgeven. En dat kan allemaal bij het wijkteam dan. Elke week staan ze ergens anders. De wijkboa's met de sta-vraagtafel. Het werk als wijkboa's. Dan gaat het vooral over de veiligheid in de wijk. Hè. Vooral met name met overlast en dat soort zaken. En de juiste zaken waar bijvoorbeeld de politie tegenwoordig niet meer aan toe komt. Hè. We zijn het aanspreekpunt in de wijk. En de klachten komen ook bij de wijkboa binnen. Wij proberen juist dat contact in de wijk te zoeken op het gebied van veiligheid. Zodat mensen ons daarover weten te vinden. We staan hier in de omgeving van het winkelcentrum Stadsdennen. Dan gaat het vooral over snelheid bij de school, bij de schakel. Maar ook over hondenpoepoverlast in de wijk. En met name ook de hangjongeren die toch wel in de wijk aanwezig zijn. En daarmee proberen we ook het gesprek aan te gaan van wat speelt er nou onder jullie? Wat kunnen wij als wijkbouwers wellicht voor jullie betekenen? Of een gemeente wat daarin kan betekenen? Het wordt wel zeer gewaardeerd dat we in die wijk aanwezig zijn, maar vooral zichtbaar in die wijk aanwezig zijn. Met 2 Harderwijkse kotters zijn er op het Wolderwijd en het Veluwemeer zo'n 600.000 glasaaltjes uitgezet. Met de HK7 van schipper Peter Jansen en de HK78 van schipper Foppe ging vrijdagmiddag 574 kilo glasaal mee om uitgezet te worden. Behalve op het Wolderwijd en het Veluwemeer werden ook op andere randmeren glasaal uitgezet. In totaal zo'n 2 miljoen stuks.
Met het uitzetten van de glasuiltjes wil de stichting Dupan opnieuw een impuls geven aan de palingstand. Een salon waar je echt voor alles terecht kan, dat is Hair & Beauty Salon Angels in Harderwijk. En bij ons in de studio Jacqueline, die ons echt alles kan vertellen over al die verschillende behandelingen. Welkom Jacqueline. Dankjewel. Jullie staan al heel erg lang in Harderwijk, maar zijn jullie altijd zo uitgebreid geweest of is dat gaandeweg uitgebreid? Nee, het is gaandeweg uitgebreid. We zijn echt begonnen als kapsalon, later kwam er schoonheidssalon bij, spraytanning, nagelstudio, dus steeds wat meer eigenlijk. Ja, leuk. En waar is de salon eigenlijk gevestigd? Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, die is gevestigd aan winkelcentrum Stadsdennen, aan de achterkant aan de PC Hoofdplein. Met parkeerplaatsen voor de deur, dus dat is perfect. Nou, je noemde net allerlei behandelingen, maar kan je sommige daarvan uitlichten? We hebben dan een schoonheidssalon waar je terecht kan voor alle behandelingen, zoals harsen, epileren, een half uur behandeling, anderhalf uur behandeling. Lekker. We hebben een spraytanning wat je voor een feestje vertel daar doet. Eens wat over, want wat is dat precies? Ja, een spraytan dat is een DHA wat op de huid ligt en dat blijft ongeveer een week zitten. Dus heb jij een feestje of ga je op vakantie en wil je lekker gelijk een stralend kleurtje? Dan gaat dat perfect met een spraytan. En want ik zie hier ook af en toe wat producten voorbij komen. En ik zag bijvoorbeeld ook de vitamines voor in je haar. Ja. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat is helemaal iets nieuws. En dat alle celebrities gebruiken dat onder andere. Waaronder de Kardashians. En, het is eigenlijk gewoon een multivitamine wat voor iedereen goed is. Okay. Alleen er zit een toevoeging in van biotine. En die is een speciale haarvitamine waardoor je haar extra voeding krijgt. Waardoor het gaat glansen, groeien, minder pluizen. Ja. Oké, dus het komt ook echt dat je dan inderdaad toch wel langer haar krijgt. Ja. Mooi. Maar goed, nu jullie houden ook kinderfeestjes. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Want dat lijkt me wel heel bijzonder. Ja, dat is echt superleuk. Dat doen we eigenlijk altijd op zaterdagmiddag. Oké. En dat stellen we samen met de moeders stellen we vast wat we willen gaan doen. Ja, en dat kan van alles zijn. Ja, inderdaad. Dat kun je uitbreiden van haren, make-upje, nageltjes, glittertattoos. Superleuk natuurlijk. Ja, dat is echt superleuk. Nou, ontzettend bedankt voor je komst en veel succes. Graag gedaan, dankjewel. De trimbaan in Harderwijk wordt vernieuwd en daarbij mag iedereen meedenken. Nou, die toestellen zijn inderdaad al 15 jaar oud en vaak ook van hout, hè, dus ze zijn een beetje rot. Dus daarom gaan we ze vervangen. Nou, wat wij belangrijk vinden is dat die toestellen voor iedereen toegankelijk zijn. Dat niet alleen voor de mensen toegankelijk is, heel goed kunnen sporten. Maar dat juist iedereen uit de regio, maar voornamelijk ook uit Harderwijk en Hierden, lekker van die trimbaan gebruiken kunnen maken. En iedereen ook naar zijn eigen niveau. Nou, wat we hebben gezegd is, we willen het hier natuurlijk niet op het gemeentehuis bedenken. En dat we het dan plaatsen. En dat iedereen die er gebruik van maakt, denkt van, nou, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik leuk vind. Dus daarom hebben we een werkgroep met de gemeente, maar vooral ook met inwoners. Om daarover na te denken. En we hebben een enquête. En op de Facebookpagina van de gemeente kun je die enquête invullen. Of tot 23 maart. En daar hopen we eigenlijk alle ideeën mee te verzamelen. En ook een paar scenario's uit te kunnen werken. En dan kijken we niet alleen naar toegankelijkheid, dat iedereen ermee kan bewegen. Maar dan kijken we ook naar duurzaamheid en ook wel misschien nieuwe trends die we daarin mee kunnen nemen. Het kan van alles zijn. We staan er echt open voor. En daarom doen we ook die uitvraag in de stad zelf. Zodat iedereen mee kan denken en dat we die ideeën ook echt mee kunnen nemen. Want uiteindelijk willen we het niet hier bedenken. Maar willen we vooral dat zoveel mogelijk mensen uit Harderwijk en Hierden en uit de omgeving gewoon gebruik maken van de mooie trimbaan. Volgens mij is het wel de bedoeling dat het parcours zo blijft. Maar ook daarvoor geldt, als er goede ideeën zijn, ja, alles wordt gewoon bekeken en beoordeeld door de werkgroep. Het wordt druk in het hondenbos en dat kan tot overlast leiden. En daarom wordt dit stukje bos eens flink onder de loep gelegd. En wij vragen ons af, wat betekent dat voor de toekomst van dit stukje losloopgebied? Nou, daarover straks meer. Twee Harderwijkers, Jessie en Laura, hebben allebei dezelfde droom. Ze willen namelijk meedoen aan Expeditie Robinson. Ja, 8 jaar geleden, toen nog geen bekende Nederlanders meededen, zei ik altijd al tegen mijn moeder van ja, als het ooit een keer kan, dan geef ik me op als ik 18 ben. En helaas daarna alleen maar bekende Nederlanders. En ja, nu kan het weer. Ik zag altijd meededen en ik denk, nou, het lijkt me eigenlijk best wel een uitdaging om ook mee te doen. Als je het doet, kan je het ook maar 1 keer doen. Dus het is ook niet een kans die je ooit weer kan krijgen. Dus ja, gewoon uit je comfortzone stappen en gewoon jezelf uitdagen en kijken hoe ver je kan gaan.
Het lijkt me heel leuk om te kijken hoeveel uithoudingsvermogen ik heb. Om te zien hoe sportief ik ben. Om te kijken of ik het spelletje een beetje mee kan spelen. Want dat lijkt me ook nog best wel een uitdaging. Ik denk dat ik het doortrekkingsvermogen wel zou kunnen. Maar qua mentaal is het denk ik nog wel een hele uitdaging. Ja, ik sport 6 dagen in de week. En sporten zit wel echt in mij. Dus ik denk echt wel dat ik het aan kan om naar dat eiland te gaan. En die uitdaging aan te gaan natuurlijk. Ik sta nu volgens mij op plek 300. Op dit moment sta ik op plek nummer 58. Dat is nog niet genoeg. Ik moet in de top 50 komen. Dus ik moet nog even wat stemmen erbij hebben natuurlijk. Maar ja, ik hoop gewoon dat het goed gaat komen. Hi, ik ben Laura Mulder. Kom uit Harderwijk. Ik ben 19 jaar. Ik zou heel graag mee willen doen aan Expeditie Robinson. Om te laten zien wat ik kan. Willen jullie mij nou ook zien? Ga dan naar mijn Facebook. Dan kun je stemmen via profiel 307. Dit kan via de mail of via Facebook. Het kan meerdere keren. Ik zou zeggen, stem op mij. Je krijgt er geen spijt van. Ik ben Jesse van den Berg, 20 jaar oud en echt Harderwijker. Wil je mij zien? Expeditie Robinson 2017, stem dan op mij. Dat kan je doen door te gaan naar expeditierobinson.nl, profiel nummer 200. Je kan vaker stemmen door via Facebook account te gebruiken en al je e-mailadressen. Dan zie ik jou op Expeditie Robinson 2017. De kinderen van basisschool De Schakel en de OSLA die hebben samen de muren van het oude pand van Simki ingekleurd met mooie tekeningen. Het pand zag er niet vrij uit en daarom zijn de houten platen van diverse thema's voorzien met mooie tekeningen en graffiti. Harderwijk is weer een Nederlands kampioen rijker. Het twirlteam van de Stedelijke Harmonie die is kampioen geworden tijdens het NK Twirlen. De meiden hadden zich met hun cowboy show geplaatst voor het NK Show Twirl. En zij mogen zich nu een heel jaar Nederlands kampioen show twirlen noemen. Het hondenbos die wordt eens flink onder de loep gelegd. Het is er druk en dat schijnt voor overlast te zorgen. Ja, ik ben zeker blij dat ik hier mag komen. Dit is eigenlijk een van de weinige plekken waar ik met mijn hond mag komen, dat hij lekker los kan rennen. Dus dit is echt wel even genieten zo, ja. Ja. Drukte eigenlijk niet, heb ik eigenlijk niet zo last van. Het is meer eigenlijk met heel mooi weer en op de zondagen dan is het echt bomvol in het bos. Maar ik loop eigenlijk ook wel eens met slecht weer eigenlijk dat ik eigenlijk geen één hond tegenkom. Voor mij is het niet storend, want het bos is groot genoeg om toch een plek te vinden als je dat zou willen om wat rustiger te lopen. En voor de mensen die daar behoefte aan hebben, dat eronder kunnen spelen, dan kun je de drukte meer opzoeken. Ja. Nee, ik heb eigenlijk nog nooit echt last gehad van drukte in het bos. Het is groot genoeg hier zo en natuurlijk kom je wel eens een keer mensen tegen, de ene keer wat meer dan de andere keer, maar zeker niet storend of zo, nee. Met wild kan ik me wel voorstellen, want ik heb al verschillende incidenten inderdaad gehoord. Dat kan natuurlijk niet dat ze achter het wild aangaan. Ik moet zeggen, Kover heeft ook een tijdje gehad. Maar ja, dan moet je gewoon eigenlijk trainen dat ze bij je blijven. En het is eigenlijk door enkele die dan achter het wild aangaan, wordt het eigenlijk een beetje voor de rest verpest, heb ik het idee. Want heel veel honden die zijn eigenlijk bang voor het wild. En die rennen nog weg voor een konijn, bij wijze van spreken. Zeker geen optie om het bos te sluiten. Want ja, je mag natuurlijk al nergens bijna met je hond loslopen. En ja, honden hebben gewoon behoefte aan als je alleen maar afhankelijk bent van... Ja, in de wijk lopen en dat ze aan de riem moeten, dat is gewoon natuurlijk voor een hond absoluut niet fijn. En die heeft zijn behoefte om te kunnen spelen en zijn energie kwijt te kunnen. En ja, voor zo'n grote gemeente als Harderwijk moet dat gewoon. Het wordt weer mooi weer en als u zit te denken aan een nieuwe fiets, dan moet u straks nog eventjes opletten. En bij Kok Experience organiseren zij weer een seniorendag. Meer informatie hoort u straks in de agenda. Wil je elke dag op de hoogte blijven van al het nieuws in en om Harderwijk? Neem dan een kijkje op onze website harderwijksezaken.nl en schrijf je dan gelijk in voor onze nieuwsbrief. En heeft u nieuwstips of leuke filmpjes? Laat het ons weten via info@harderwijksezaken.nl. Maar blijf dus nog heel even zitten voor de agenda. Tot volgende week! Het Harderwijkse Zakenweekjournaal werd mede mogelijk gemaakt door Schildersbedrijf Patrick, de schilder voor elke klus. En Jan Karsen Zonweringen, hoge kortingen, nieuwe voorjaarscollectie en gratis montage tot en met maart 2017. Nederland staat wereldwijd bekend als het fietsland. Of het nu gaat om de allereerste zijwieltjes of een volledig elektrische fiets, wij hebben alle kennis in huis. Door onze jarenlange ervaring en gecertificeerde monteurs bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de gratis haal- en brengservice door onze trouwe medewerker Karel Westering, hebben wij ook altijd een vervangende fiets voor u klaarstaan.
zodat u geen dag hoeft te missen van de prachtige fietsroutes die onze omgeving te bieden heeft. Van de allernieuwste modellen en accessoires, tot de mooiste occasions en outlets, wij hebben voor iedereen een passende fietsstaat. Profiel Wigger, de fietsspecialist. Al meer dan 16 jaar een begrip in Harderwijk en omstreken. De senioren special bij Cox Cinemax. Dinsdag 21 maart organiseert Cox Cinemax speciaal voor de senioren een seniorendag. Wat houdt een senioren special in? Allereerst wordt de auto gewassen door een servicemedewerker van Cox Car Wash. Vervolgens worden de senioren ontvangen in het restaurant van Cox Cinemax met een lekkernij en koffie. En aansluitend wordt er de film Wildernis in Drenthe gekeken. Na afloop van de film wordt een drie gangen diner genuttigd in het restaurant. Het is ook mogelijk zonder auto gebruik te maken van het arrangement. Reserveren voor de senioren special kan eenvoudig telefonisch op 0341 230 000 of via www.coxcinemax.nl. De Nationale Diabetes Challenge. Voor de regio Harderwijk, Hierde en Hulshorst organiseert Therapeutisch Centrum De Berenkuil de Diabetes Challenge. Zaterdag 18 maart houdt de Berenkuil een informatiebijeenkomst over deze Nationale Diabetes Challenge. Dus lijkt het u leuk om samen met een groep te wandelen en zo aan uw gezondheid te werken? Dan bent u van harte uitgenodigd op deze informatiebijeenkomst. De middag start om 1 uur bij Therapeutisch Centrum De Berenkuil. U kunt zich telefonisch aanmelden op 0341 45 31 77 of via de mail info@deberenkuil.nl. Ik wil wel lopen, maar niet in mijn eentje. Tijdens de Diabetes Challenge loopt u nooit alleen. U loopt samen met een groep mensen bij u in de buurt en ook uw zorgverlener loopt regelmatig mee.